In Dubai werd bij mijn arrestatie, terwijl ik plat op de grond lag, een pistool op mijn hoofd gezet. De agenten vertelden dat ze opdracht hadden om mij dood te schieten. Daarna ben ik helemaal in elkaar getrapt. Jarenlang is hij de meest gezochte man van het land, Ridouan Taghi. Hij heeft een blanco strafblad, maar justitie ziet hem als drugsbaron en opdrachtgever van vele liquidaties. Eind vorig jaar wordt hij opgepakt in Dubai, in een ogenschijnlijk verlaten villa. اول ما جينا وقبضنا عليه هو كان مصدوم يعني بشكل كبير ما كان متخيل ان اي حد يعرف مكانه. Een geruchtmakende arrestatie waar Ridouan Taghi zelf tot nu toe over zweeg. Tot vandaag. Van zijn advocaat Ines Weski krijgen we een korte, geschreven verklaring van hem. Waarin Taghi beschrijft wat er na die aanhouding in Dubai is gebeurd. Op het politiebureau hebben ze mij 72 uur wakker gehouden en chemische middelen toegediend. Ik ben veel geslagen en geschopt, in mijn gezicht en op andere plekken. Mijn cliënt kreeg allerlei stukken voorgehouden en vragen gesteld over dat hele Nederlandse dossier. Dus het was wellicht ook de bedoeling dat hij daar dan nog het een en ander zou gaan ondertekenen. Ik ben ook vastgehouden in een kamer met vrieskou en met elektroshocks bewerkt. Ik had ook strakke tie wraps om de enkels en handen en een plastic blinddoek voor de ogen. Dit werd ook gedaan door de Marokkaanse agenten.